Binnen het tapas-assortiment hebben we een drietal burgers. Een spinazieburger, een bloemkoolkaasburger en een groenteburger. Deze laatste hebben we onlangs wat groter gemaakt en wat zwaarder, 100 gram, omdat die op die manier eigenlijk perfect past binnen een klassiek burgerbroodje. De burgers kunnen we opwarmen in de pan, in de oven of de friteuze. Voor de oven hebben we een 12-tal minuutjes nodig, bij voorkeur op een bakpapiertje, een 180 graden. Voilà, deze heb ik nu gebakken in de friteuze. Viertal minuutjes is hier voldoende. Ze zijn mooi plat, onze burgers. En ze hebben ook een mooi gekartelde rand. Dus naast het gebruik naar snack toe, kunnen we hem ook eigenlijk als een culinaire burger gaan gebruiken. We gaan ons broodje afwerken met wat sla. Ik heb hier een bieslookdressing. Plaatsen onze burger, een plakje gerookte zalm, terug wat van onze dressing en als laatste wat garnituren, wat luzerne, ik heb een aantal asperges en wat lenteui. Dus op die manier creëren we een mooie burger. En is eigenlijk een originele manier om groente te gaan eten. Hè? Smakelijk!